vrije tijd, hobby zeg maar, dan treed ik regelmatig op. Als André Hazes, wat ik hier 2 jaar geleden heb gedaan. Dat u denkt, dat was hij. Ja, dat is Gibran. Ja. Ja, dat klopt. En waar kunnen mensen je nog meer van kennen? Ik zal het niet weten. Nou, toen ik die vraag aan het voorstellen, vertelde je ook eens over YouTube. Ik denk, misschien leuk om even te noemen. Ja, ik heb een paar films op YouTube gezet. En mijn CD staat erop. Nee, niet. Mijn CD staat erop. Dat is een bucketlist ding voor heel veel mensen, maar voor jou. Dat was in de. Ik weet wat ik bedoel. Ik was in de school, er zaten 600 leerlingen en mensen. En, dat was voor een kerkdienst. En toen vroeg ze iemand of iemand het lied kon zingen van wat is dan liefde? Nou, toen kwam ze bij mij terecht. En dat was echt een ervaring om een kippenvel van te krijgen. Zeg maar. Dat was heel mooi. Het is altijd mooi als mensen daar. Iedereen is vaak zo bescheiden. Je mag soms best even. Dit moment mag je even trots zijn op wat je allemaal hebt gedaan. 2 jaar geleden deed je mee als Hazes. Dat vertelde je al. En waarom doe je vandaag mee? Gewoon omdat het heel leuk is. Om te doen. En het beviel goed 2 jaar geleden dat je denkt: ik doe het nog? Ja, ik vind de organisatie gewoon goed. Ik heb al. Dat is even voor iedereen de organisatie. Even aan ik heb veel met, misschien minder waard om te zeggen dat dit een talentjacht is, maar ik heb veel aan talentjacht meegedaan, maar nooit zo georganiseerd als deze. Nou, dat is toch weer eentje voor in de pocket. Welk lied ga je zingen? Ga je weer naar ze doen of iets anders? We gaan nu Wim Sonneveld doen. Ik hoor al in de zaal. Jij moet het waarmaken, maar het brengt er veel. Welk lied ga je zingen? Het dorp. En waar gaat het lied over? De meeste mensen kennen het maar, er zijn jongere mensen hier, die moeten dat misschien ook even horen. Het gaat over dat die man daar heeft gewoond en daar zijn kinderen over op zijn dorpje. En met weemoed, met trots. Ja, dat het niet meer is. Het meest trots, dat heb je eigenlijk al verteld. Heb je nog een muzikale droom? Wat zou je nog wel een keer willen bereiken? Echte droom? Zie je erom? Now we're talking, man. Now we're talking. Eerst gaan we zo doen. Nee, dan moet je gewoon een keer achteraan gaan. Lekker najagen, toch? Ja, dat klopt. Graag. En waar mag iemand je s'nachts voor wakker maken? Om een liedje te zingen. Dat is het enige goede antwoord vandaag, volgens mij. Naast de chocolade, dat telde ik ook goed. Hey Hans, we moeten nog even geduld hebben totdat jij Wim Sonneveld gaat doen. Maar ik wens je heel veel succes en ben benieuwd hoe je straks. Uit gaat zien. Heel veel succes. Applaus.